Hallo allemaal, welkom bij een nieuwe vlog. Vandaag is het zondag 7 april. Ik ben ready to go. Het is nu inmiddels al 1:15 en ik heb mezelf klaargemaakt. Ik had zin om vandaag een beetje te gaan wandelen. Mijn outfit of the day is deze top. Die heb ik pas gekocht bij Cotton On. Ik denk dat ik hem al aan jullie heb laten zien. Maar als dat niet zo is, dan is het deze. Ze zijn best wel kort. Ik heb hem... dat was heel hard. Ik heb hem in een blauwe met crème streep ook gehaald. En zoals je kan zien, is het niet heel lang. En die heb ik dan in het rokje van de Cotton On ook gestopt. Deze heb ik ook bij de Cotton On gehaald. Hij zit heel lekker. En hieronder heb ik een gaasje aangedaan. Dat vond ik wat makkelijker dan een vestje. En deze is van de Fashion Nova, als ik het goed heb. Wel leuke sieraadjes aan vandaag. Deze had ik vorige keer allebei met de Lovisa gekocht, hier in Singapore. En het is gewoon één rondje. Heel mooi. En dan nog een rondje. En ja, dat is de outfit. Dus laten we gaan. Koreaans make-up is zo mooi. Heel natuurlijk. Het is van binnen gewoon heel zoutig. Het is een soort van cheesecake frosting. Maar het is gewoon heel zout. Kijk. Oké, ik ben boven gekomen in de hoop dat ik hier wat kan eten. Beneden waren allemaal Chinese gerechten. Ja, maar daar heb ik ook nog een plekje als dit. Oeh, curry. Ik zie allemaal kip. Heel jammer. Persoonlijk nog niet geweest. Ik ben nog wel met wat vrienden bij Marina Bay Sands zelf geweest, maar niet bij Gardens by the Bay. Dus ik ga kijken of ik dat nu kan vinden. En anders ga ik gewoon ergens zitten
En vanavond naar Gardens by the Bay, want het is in de avond natuurlijk ook super mooi. Ik ben bij de shopping mall van Marina Bay Sands. Ik ben eindelijk bij Gardens by the Bay. Ik heb net de tas gekocht bij Charles & Keith. Die laat ik wel zien als ik thuis ben. De zon is al een beetje aan het gaan. Wat is nu dat? Volgens mij zijn dat gewoon de bloemen. Oh, dat had ik wel moeten weten. Maar goed. Daar is, dus zijn ook verschillende bruggen. En dan kan je lopen en foto's maken. Het ziet er super mooi uit. Ik zat daar net beneden. Yo, dat is vet. Ik ga nog een stukje verder lopen en geniet van het uitzicht. Oké, ik loop op dit moment door de Chinese tuin heen. En het is zo mooi en zo netjes onderhouden. Echt. Oh, ik snap niet waarom ik hier niet eerder ben geweest en gewoon ben komen chillen. Oh, so pretty, so pretty. En ik ga nog even kijken of ik naar boven ga. En hoe lang ik nog blijf. Het is inmiddels nu ook al kwart voor 7. Ik ben nu trouwens in de Indiase tuinen. Dat ziet er zo uit. Met olifantjes. Mijn favoriete dier. Oh, dit is ook heel mooi. Traditional medicine, Ayurveda. Echt heel mooi. Ik zeg over alles. Ja, en zo ga je dus van tuin. Tuin. Ik denk dat dit de People's Street is. Kijk hoe het heet. Het heet de Banyan Tree. En zover ik weet is het een heilige boom. In India binden ze meestal ook van die rode touwtjes omheen. Voor geluk als het ware. Ik heb al een tijdje gewandeld vandaag. En mijn energie is nu eigenlijk ook wel een beetje low. Dus ik denk niet dat ik naar boven ga. Maar ik kan alsnog een rondje lopen. Oké. Okay. Oh, we zijn nog steeds in de India's tuin. Kijk eens. Daar. Oh, ben ik ook weer de enige? Nee. Ik ben dan aan de andere kant. Vlog zo te zien. Dus vooral voor mijn familie. Dat zij een beetje kunnen meekijken wat ik hier in Singapore doe. En
Ja, zodat ik hun ook een beetje kan, zodat ik met mijn familie ook kan delen hoe het er hier uitziet. Ondanks ze er niet zijn, dan toch hun op een of andere manier mee te nemen eigenlijk. In mijn journey hierheen. Het is zo heet. Oh ja, daar wil ik wel heen. Oké. Okay, dat dus. Dat hier voor mij, een grote koepel, is een cloud forest. Dus een wolkenbos. En het is allemaal een simulatie, zover ik weet. En dan simuleren ze wolken, dat moet het idee zijn, in een bos. Ja, heel goed uitgelegd, denk ik. Ja, geweldig. Ik ben wel een eindje weg, want ik ben nu hier en daar is het metrostation. Dus nu zou ik in principe helemaal terug moeten lopen als er geen metro of iets van een pier gaat. Kijk, dus je hebt de Silver Garden, de Golden Garden, Dragonfly Lake, daar zat ik net. Hier ben ik nog niet geweest, hier allemaal niet. Hier liepen we net langs, alle verschillende culturen. Hier nog niet en die twee ook nog niet. Dus er is nog heel veel te zien. Oh. Ik ga maar even de uitleg zoeken. Ik wil eigenlijk wel naar een souvenirwinkeltje. Voor de mensen die het wisten, ik hou echt van souveniertjes en kleine knickknacks. Echt, ik moet toch het geld verspillen eraan. Oeh. Oh, de eerkoek komt daar vandaan. Ik dacht even dat uit de Cloud Forest kwam. Oeh, wat is dan die? Kijk, zie. Daar binnen is de Cloud Forest. Oh, er komt een hele koude lucht. En ik wil heel graag naar binnen. Buiten is het heel heet. Oeh, bloemetjes. Kijk eens. En de prijs is $30. Maar dit zijn echt van die... Ik weet niet, ik heb het idee dat dit vroeger in onze Surinaamse... Bij onze ouders in ons Naamse huis. In het Surinaamse bestaanshuis. Vroeger tenminste, dat soort dingetjes hadden wij vroeger altijd in ons huis. Kennen jullie dit? Oh mijn god. Als kind wou ik dit zo graag. Lippenblos met van die bloemetjes erin. Oh leuk! Ze zijn wel $13 en die zijn $16. Oh. Oké. Okay. Ik neem jullie wel mee naar wat er hier te koop is. Oh, ik heb de lippenblos geprobeerd. En ze ruiken echt lekker. Ze ruiken naar die dipglossjes van vroeger die je dan bij de kruidvat kon kopen. Die wou ik zo graag als kind. Oh my god. ja. En dat waren ook van die rollertjes. Daar heb je trouwens de reuzenrat. Heel mooi. Very romantic. De scootertjes van de hele kleine, maar eentje had zo'n speaker erop. Ja, maar goed. Ik hoop dat jullie dus deze vlog leuk vonden. Geef een thumbs up als je ervan genoten hebt. En ja, dan zie ik jullie weer in de volgende video. Dus tot dan. Misschien als ik thuis ben, dan vlog ik nog wel even mijn tas. Anders doe ik dat morgen, zet ik het ook wel in deze video. Maar goed, tot dan. Stay happy. Voor iedereen die nog kijkt, dit is deel 1 van de 3 laatste video's die op mijn kanaal komt van Singapore. En ja, die zijn morgen en overmorgen om 12 uur op mijn kanaal te zien. Dus ja, ik hoop dat jullie een van deze laatste vlogs leuk vonden. En tot morgen. बिन नहीं लगदा दिल मेरा ढोलना तेरे बिन नहीं लगदा